deelnemers zijn op dit moment weer terug in de startvakken. Vlag is omhoog. En de start is gevallen met een goede start aan de binnenkant van Quara Toyot. En ook nog een betere start van Ipriola en Happy Tolfiel. De favoriet die is iets voorzichtig begonnen, maar heeft een goede start gekend. En ligt op het moment in de vierde stelling, dat is Convivia. Alle paarden in de tweede band ook goed weggekomen. En de leiding wordt op het moment overgenomen door Happy Tolfiel. Happy Tolfiel en Tom Kooijman, paard nummer 3, die nemen de leiding over van Ipriola. In derde stelling zitten we op het moment Quara Toyot en daarachter de favoriet Convivia, die daar goed de bochten door komt. Binnenkant is op dit moment voor het paard nummer 6, dat is Jay Cash. Rond de huizen gaat naar voren in het derde spoor, de nummer 7, John Doe. Met Ruud Pols, die willen al vroeg meters terrein goed maken. Daarachter zien we onder andere de 5, Flaming Glory. Met daarachter Jackie Dertals, binnenkant voor Hellcat. En we zien ook Chesuie Heuveland en Falcon de Van. Tom Kooijman die leidt de dans met zijn Happy Tolfiel hier in koers 4, de Prix Laak. Krijgt op het moment een aanval van zijn collega Jaap van Rijn. Die neemt de kop over met Convivia. Convivia is de nieuwe leider voor Happy Tolfiel. Buitenkant is voor de 7, John Doe. Daarachter zien we Frans van der Blonk meetrekken met zijn Flaming Glory. En hij neemt Rick Wester mee op sleeptouw met zijn Jackie Dertals. Binnenkant nog altijd voor Ipriola en Quara Toyot liggen op dit moment ingesloten. En Jaap van Rijn die heeft het tempo bepaald met zijn Convivia. Heeft een lengtevoorsprong ten opzichte van Happy Tolfiel. Eerste paard aan de buitenkant, John Doe. Daarachter zien we nog altijd Flaming Glory. Geen wijziging op dit moment in het veld. En we wachten op dat er een aanval gaat plaatsen. Maar de twee favorieten die lijken op dit moment vooraan te gaan liggen met zijn Convivia, Jaap van Rijn. En daarnaast John Doe. Binnenkant nog steeds voor Happy Tolfiel. En dan gaat Bas Krebas naar het derde spoor met zijn Chesuie Heuveland. Chesuie Heuveland gaat in het derde spoor naar voren en die krijgt op het moment Hellcat met zich mee. Hellcat komt ook in het derde spoor naar voren. En daarachter zien we ook Jackie Dertals nu naar het derde spoor toe gaan. Maar het is altijd Convivia die leidt. Convivia heeft het leiding voor Happy Tolfiel. Buitenkant nog altijd voor John Doe. En het is te wachten dat hij misschien een genadestoot probeert uit te gaan delen. En hetzelfde geldt voor Chesuie Heuveland, die inmiddels ook in het derde spoor is aangekomen voor Hellcat. Maar het is altijd Convivia. Convivia heeft nog altijd een sulky wil voordeel. Maar daarnaast is er altijd John Doe met Ruud Pols en een aanval van Chesuie Heuveland en Hellcat. En ook Jay Cash meldt zich nu naar het vierde spoor, maar het is nog altijd Convivia. Convivia wil ze nog niet gewonnen laten geven tegen John Doe. Die ruimte ontstaat nu ook voor Ipriola. De paarden gaan op nek aan nek. Het is Convivia, de vierjarige Mary tegen de oude John Doe. Ze gaan nog steeds, geven ze elkaar geen centimeter stoet. Het is Convivia. En Convivia wint het voor John Doe. Derde Ipriola en vierde de 10 Jackie Dertals. Knappe zegen voor de 4, voor de 7 en dan de 2 en de 10 voorlopig.